Goedemiddag, beste kijkers, en welkom bij een nieuw webinar van Grant Thornton. Mijn naam is Christian Buizer en vandaag nemen wij u mee in de wereld van het beleggen en financieren van duurzaam vastgoed. Nou, daar is heel veel over te vertellen, denk ik, want het staat bijna dagelijks in de krant. Dat gaan we doen met de drie sprekers hier aan tafel. Maar voordat we hen introduceren, eerst even de huishoudelijke mededelingen zoals gebruikelijk. U kunt namelijk vragen stellen aan de mensen aan tafel. Die vragen die komen bij mij binnen op de laptop en die gaan we ook zoveel mogelijk aan jullie stellen. Dat maakt het ook voor ons leuk, denk ik. Het webinar wordt ook opgenomen en die opname samen met die vragen en onze antwoorden daarop, die krijgt u toegestuurd. Nou, dat zal in de loop van deze week worden. En voordat ik het vergeet, alvast ons volgende webinar, dat is in mei. En dan gaan we het hebben over box 3. Nou, ook dat is een onderwerp wat vandaag zeker aan bod gaat komen. Frank, als ik met jou mag beginnen. Frank Geijzen, ja. Je bent industry leader van de branchegroep Bouw en Vastgoed van Grant Thornton. Ja. Ja, je bent natuurlijk dagelijks met vastgoed bezig. Er gebeurt heel veel. Wat is voor jou nou de belangrijkste ontwikkeling in de markt wat je ziet gebeuren? Ja, de belangrijkste ontwikkeling in de markt is toch wel de politieke onzekerheid die er nu is, wat er aan de hand is. Ja. Je ziet dat er heel veel moet veranderen in het vastgoed. Zowel in de woningen als in de kantorenbouw en de andere opstallen die er zijn. Er moet getransformeerd worden. De politiek moet daar een handreiking voor geven. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er heel veel onzekerheid is in de fiscaliteit. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Zijn er toch wel heel veel veranderingen. En dat maakt het lastig om te beslissen voor een belegger. Waar moet ik in zitten? En ook op het thema duurzaamheid, er worden politieke maatregelen genomen, maar het komt nog niet echt goed door bij de belegger. En die onzekerheid, die maakt dat we nu in een hele bijzondere situatie zitten met vastgoed. Nou ja, politiek begin je al over, dat is volgens mij heel onzeker. Want ja, ik maak wel eens het grapje, hebben we nu nog een kabinet? Hè? Ik heb even geen nieuws gezien, je weet het soms niet. Jij gaat ons straks meenemen in de fiscale aspecten bij het beleggen in vastgoed. Ja. Gaan we even naar jou door, Annemieke Bos. Specialist duurzaamheidsadvisering, impact. Als we nu kijken naar ja, duurzaamheid in vastgoed, ook daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Mensen die een pand huren, die willen graag in een duurzaam pand zitten. Ik heb altijd nog wel steeds het idee dat het heel vrijwillig is, maar dat het ja, langzaam een beetje een moedje begint te worden. Is dat zo? Ja, ik denk eigenlijk wel dat dat zo is. En ik zou het eigenlijk misschien eerder willen bestempelen als niet meer vrijblijvend. Dus duurzaamheid natuurlijk lang iets voor erbij geweest, wellicht. Tenminste, zo hebben wij er ook lang mee gewerkt. Ik zou inmiddels wel willen zeggen dat die tijd voorbij is. Dus dat het minder vrijblijvend is en het moet. En vanuit een urgentie, en daar kun je zo meteen even het een en ander over vertellen. We hebben natuurlijk gewoon een grote klimaatopgave met elkaar op te lossen. Dus ook alleen al vanuit die urgentie zou je kunnen zeggen minder vrijblijvend. Maar zeker ook, en jij noemde het net ook al even, kaders, wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid die vastgoedsector beïnvloedt op dit moment. En dat heeft natuurlijk ook wel echt het karakter van minder vrijblijvend. Dus mensen met vastgoed, die zullen zeker iets met duurzaamheid moeten. Ja. In ieder geval op de hoogte moeten zijn van wat absoluut, gebeurt. Ja. Nou, ik zou het een en ander over vertellen. Gaan we even naar de andere kant van de tafel. Philip Zwart, ja. Niet werkzaam bij Grant Thornton, maar ja, financieringsexpert bij CBRE. Ook nog docent aan Nijenrode, als ik het goed begrepen heb. Zeker, ja. Ja, als we het dan over financiering hebben en de kranten. Ik zie heel veel slecht nieuws staan, maar gebeurt er nog wat in jouw vakgebied? Jawel, er gebeurt moment. Zeker wat. Er is natuurlijk van alles aan de hand. Dat zal ik straks ook doornemen met iedereen in wat slides. En met betrekking tot duurzaamheid is, in het verleden was het altijd zo, als banken naar vastgoed keken, dan ging het om locatie, locatie, locatie. Ja. En nu begint de bank met ESG of energielabel of BREEAM, BREEAM, BREEAM. Dat is echt het grote verschil. En dat is iets wat naar mijn mening eigenlijk blijft. En dat wordt eigenlijk alleen maar sterker, ook gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Nou, jij gaat ons straks meenemen in ja, wat er zo aan de markt gebeurt, de ontwikkelingen die er zijn en ja, ook rond financiering, wat er allemaal speelt. Ja. Dus ik denk een mooi programma voor vandaag.
Volgorde is Annemiek, Filip, Frank. Ook voor de kijkers, dat ze weten van nou, ik wil dit stukje wel zien, dat stukje niet. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat hij gewoon het hele webinar gaat kijken. Dus ik zou zeggen, Annemiek, ja. Wil jij beginnen? Ja, ga ik doen. En ik wil beginnen ook, wat werd net ook al even gezegd, het zijn ook best uitdagende tijden op dit moment. Ook zeker voor vastgoedspelers. Veel investeerders zijn aan het nadenken, wat zijn nou echt die kansrijke, rendabele projecten nog voor mij op dit moment? En wat ik eigenlijk wil doen de komende 10 minuten is, als je het hebt over kansrijk, toekomstbestendig, iets van waarde, ook even toelichten dat duurzaamheid niet los daarvan kan worden gezien. Of dat dat heel bepalend is ook in wat kansrijk en waardevol en ook toekomstbestendig is binnen ook een vastgoedportefeuille. Dus de tijd, hij zei het net al wel eventjes, dat we iets konden neerzetten en dat het dan wel rendeerde, die is denk ik wel echt voorbij. En duurzaamheid heeft daar een belangrijke rol in. Aan de hand van eigenlijk 4 verschillende trends die dat mede bepalen. Dus daar wil ik de kijkers graag even mee doorheen nemen. Ik loop ze 1 voor 1 zometeen ook met jullie door. Dus risico's op het gebied van klimaatverandering of als gevolg van klimaatverandering en de impact en de invloed, de gevolgen daarvan. Die maatschappij die kritischer wordt, wat is dat dan precies? Hè? Wat zijn daar de gevolgen dan van en wat moet je daar dan ook mee als vastgoedspeler en belegger? Die wetgeving die een rol gaat spelen, dat is denk ik wel echt een van de meest relevante ontwikkelingen om even met elkaar bij stil te staan. En het kapitaal dat met eisen komt, werd net ook al eventjes naar gehint, zit natuurlijk ook voor een deel in jouw verhaal. Ja. Maar dat zijn de 4 belangrijke trends die ik even langs wil lopen. En om hiermee te beginnen, we weten inmiddels allemaal wel dat klimaatverandering aan de hand is. Maar wat we ook zien, al best wel een tijdje, is dat de gevolgen van klimaatverandering ook steeds meer aan de hand zijn. Dus denk aan overstromingen, toenemende regenval, hitte, lange warme dagen. Dus die fysieke gevolgen van klimaatverandering hebben ook steeds meer strategische of eigenlijk echt bedrijfsrisico's leveren die op. En dus ook beleggingsrisico's. Hè? Dus als je belegger bent met een vastgoedportefeuille, in welke mate sta je dan ook bloot aan dit soort type risico's? Dat zien we dat dat een belangrijke ontwikkeling is, waar partijen wellicht nog wel een beetje te weinig ook op aan het anticiperen zijn. Maar die wel financiële implicaties hebben. Ja, dus als jij moet transformeren en je ligt in overstromingsgevoelig gebied met je portefeuille. Of willen huurders nog wel in een pand zitten waar het in de zomer gewoon helemaal niet meer bewoonbaar is. Ja. Dat zijn wel echt wel dingen waar je over... De 40 graden die we nooit hebben gehad. Nee, precies. Nee, maar dat gaat wel komen. Ja. Precies. Hè, dus duurzaamheid juist ook in de vorm van risico's met financiële implicaties. Dat is een belangrijke trend om te benoemen. Maar naast die fysieke risico's als gevolg van klimaatverandering ook transitierisico's. En met transitierisico's bedoelen we dan eigenlijk het maatschappelijke sentiment wat verandert. Hè. Dus we verwachten met elkaar misschien ook andere dingen van elkaar. Een wetgeving die verandert, huurders die andere eisen stellen, financiers die weer veranderen. Dat zijn eigenlijk meer die indirecte gevolgen van klimaatverandering, transitierisico's, waar je ook als vastgoedspeler en belegger wel op zult moeten gaan anticiperen. En de mate waarin je dit dus goed doet, dat anticiperen op, hè, die risico's goed mitigeert of misschien ook wel vanuit die transitierisico's kansen goed benut, dat heeft financiële implicaties. Dus niet meer duurzaamheid iets voor erbij, maar echt komt hoger op die strategische agenda te staan. Dat is echt wat wij zien in de markt. De maatschappij wordt ook kritischer. Hè. Die klimaatverandering is aan de hand. En daar vinden we met elkaar ook wel wat van. Dus je ziet hier ook een aantal ontwikkelingen staan, vooral in aanbesteding, ook bij bouw. Hè. Dus grote bouwpartijen hebben hier ook mee te maken. CO2-prestatieladders, allerlei eisen, standaarden, frameworks die in ontwikkeling zijn, die ook wel een beetje de trend weergeven dat dat minder vrijblijvend is. Hè. Dus er werden gewoon ook steeds meer ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsstandaarden, waar je ook als partij aan moet voldoen. Energielabel C, verplicht voor kantoren, weten we natuurlijk ook dat dat eraan komt. Bouwuitvragen van gemeenten 100% circulair in 2023, dat is nogal wat. Hè? Dus ben je daarop aan het anticiperen, hoe ziet dat er dan uit? Je ziet dat de maatschappij wat dat betreft rondom duurzaamheid echt wel kritischer wordt en daar ook een standaard aan probeert te verbinden. Ik word even getriggerd door die label C, want volgens mij is dat nu verplicht.
stond ook van de week in de krant van ja, zoveel procent voldoet daar helemaal niet aan. Nee. Wordt daar dan ook op gehandhaafd? Weten jullie dat? Nou, dat is per gemeente verschillend. Hè? Ik weet niet of jij dat, Philip, meekrijgt, maar de handhaving. Ik heb nog geen gevallen gehoord van handhaving. Ja, want ik vind dat dan natuurlijk, je moet er wat mee gaan doen. Je moet gaan duurzamer in je pand. Er komen dan wetgeving of regelgeving voor. Ja. Maar als er vervolgens geen handhaving plaatsvindt, dan denk ik, ja. Nee. Waarom zou ik dan die investeringen gaan doen? Ik heb toch nog een huurder. Ja. Ja. Ja, en dat is ook alweer een vrij korte termijn gedachte. En kijk, en uiteindelijk, en dat komen we zo meteen ook wel op als we wat meer naar die wetgeving en die kaders rondom wetgeving gaan kijken. Uiteindelijk gaat die wetgeving er ook vanuit dat zeker ook de beleggers die daar dan weer achter zitten of de institutionele partijen daar beleid op maken. En dus op het moment dat je hier niet aan voldoet, ja, haal jij dan ook nog wel financiering op in de markt. Hè? Dus hoe toekomstbestendig is dat? Veel meer op de lange termijn. Hè? Want eens. Het is nu dan, het is april, bijna mei 2023. Ja. En dan zijn we net 5 maandjes onderweg. Als je natuurlijk kijkt naar een termijn van 10 jaar, dan is dit natuurlijk een aanloopfase. Eens, ja. Okay. Nou, en ook hè, als je nu zit met een portefeuille waar die energielabels op dit niveau zitten. Banken die maken daar inmiddels natuurlijk ook beleid op. De vraag is, hoe houdbaar is dat? Ja. Ja, dus minder vrijblijvend. Hè? Dus misschien niet meteen een boete of een straf als je het niet doet. Maar er zitten zeker wel gevolgen aan op het moment dat je daar niet in meebeweegt in deze maatschappij-kritische ontwikkeling. Nou, misschien is dat ook wel de goede aanpak, hè? Waar we in de voorbereiding al even over hadden. Van ja, als je dat met een harde klap doet, dan haken er ook wel mensen af. Als je dat misschien wat geleidelijker aandoet, dan kunnen mensen eraan wennen en dan wordt het vanzelfsprekend. Ja, ja, en een aantal van die dingen die je hier ook ziet staan. Hè. BREEAM werd net ook al eventjes genoemd. Er zit natuurlijk GPR ook, een van die frameworks en standaarden. Ja. Wat zijn BREEAM en GPR? Ja, daar iets. Nee, doe maar. Kan je denk ik beter uitleggen dan ik. Wat BREEAM is? Ja. Nou, BREEAM is een certificaat, dat doe je aan allerlei eisen, duurzaamheidseisen. En dat zie je heel sterk bij ontwikkelaars natuurlijk. Hè? Die moeten daar aan voldoen als ze iets willen bouwen en realiseren. En dat is ook, dat is een van de vereisten, zeg maar, om een vergunning te krijgen, omgevingsvergunning. Echt een kenmerk. Ja. Maar echt wel een kenmerk. Maar ook om uiteindelijk misschien wel je gebouw te kunnen verkopen of je gebouw te kunnen verhuren. He, dus dat soort eisen worden gesteld. Maar ook, ik zie hier bijvoorbeeld ook well-being staan. Ja, dat is, eigenlijk zie je dat ook, dat steeds relevanter wordt. Dat die huurder, het gaat om die huurder en die moet zich prettig voelen in die omgeving. Men heeft het vaak ook over communities. Dat geldt niet alleen in wonen, maar het kan ook in een kantoor zijn of een kantoorhub. Of in een winkelcentrum. Je ziet het eigenlijk over allerlei asset classes. Dat allemaal steeds belangrijker wordt. Vanuit zowel de investeerder, maar ook zeg maar een mogelijke koper. Ja, duidelijk. Ja, en ik denk dat je dit, wat dat betreft, dit soort standaarden, frameworks, dus ook niet per se als een verplichting moet zien, maar ook vooral als een tool, als een middel. Hè? Dus als je zegt, ik wil kijken naar wat is nou een goed binnenklimaat, of wanneer heb ik nou mijn pand inderdaad conform de groene standaard goed ontwikkeld, dan staan hier natuurlijk een heleboel handvatten in die je daarin kunt toepassen. Maar goed, dus dat is ook in ontwikkeling. Dit is een hele relevante om bij stil te staan. Hè? Dus die urgentie van, onder andere ook klimaatverandering is echt ook wel in Europa geland. Dus je ziet ook de Europese Commissie hier op acteren. En het belangrijkste wat daar aan de hand is, die Europese Green Deal. En daarin staat, we hebben de ambitie om het meest duurzame continent te worden in 2050. Het eerste klimaatneutrale continent, dat is nogal een opgave. Hè? Dus het is een mooie ambitie, maar hoe gaan we dat dan met elkaar realiseren? En wat je nu eigenlijk ziet als gevolg daarvan, is dat die Europese Commissie een heel aantal pakketten aan wetgeving, maatregelen op verschillende marktpartijen aan het toepassen is, die moeten gaan zorgen voor het waarmaken van die ambitie. En een belangrijk instrument daarin, of eigenlijk een belangrijk gedachtegoed, is meer investeringen, meer kapitaal naar duurzame investeringen, duurzame activiteiten. En dat betekent dus ook dat Europa een gedeelde definitie aan het ontwikkelen is van wat is dan een duurzame investering? En hoe ziet een sustainable investment er dan uit? En daar is die taxonomie die je daar beneden ziet staan, dat klassificatiesysteem van wat vinden we dan wel en niet duurzaam,
die is heel belangrijk aan het worden op dit moment. Je ziet ook dat grote institutionele investeerders, banken hier ook beleid op maken. Hè, dus als de investering eigenlijk conform die taxonomie als niet duurzaam wordt gezien, ja, dan vinden ze daar wel wat van. Dit is dus eigenlijk je bredere kaderplaatje. Dit is je bredere kaderplaatje, ja, precies. En die taxonomie stelt eisen aan verschillende sectoren en dus ook aan die bouw- en vastgoedsector op het gebied van nieuwbouw, transformatie, renovatie, onderhoud. Voor al die bedrijfsactiviteit zijn er technische criteria ontwikkeld voor wat vinden we dan duurzaam als Europa en wat niet. Ja. En waar zouden we dus eigenlijk vinden dat die investeringen naartoe zouden moeten gaan in de toekomst? Gedacht vanuit bijdrage aan verschillende milieudoelen. En dus draagt zo'n activiteit daar nou wel of niet aan bij? Daar zijn die criteria voor ontwikkeld. En dat is wel echt belangrijk om eventjes naar te gaan kijken. Want dat geeft gewoon heel veel kaders mee. Niet alleen op milieu. Hè, ze zeggen ook eigenlijk, je kan niet een duurzame investering zijn. Dat noemde jij net ook al even. Hè, ja. Als je alleen bijdraagt aan die groene kant van de uitdaging. Maar je hebt ook wel bepaalde sociale criteria die je daarbij zou moeten hanteren. Dus minimale sociale eisen die daar ook bij horen. Op het gebied van veiligheid als het gaat bij onderhoud. Maar ook op het gebied van fraude, ethische vraagstukken. Er zitten ook in de taxonomie minimale criteria. Ja, dus E, S en G. Dus ook wel echt het bestuurlijke stuk zit daarin. Ja. En er zitten misschien ook, je leest veel bij nieuwbouwprojecten natuurlijk. Van, wat wordt er gebouwd? Ja. De meest dure woning, want daar wordt het meest geld aan verdiend. Maar we hebben in de maatschappij ook wel behoefte aan een ander soort woningen, denk ik. Wat betaalbaar is. Ja. Is dat dan ook wat het opgelegd vanuit die taxonomie? Of hoe moet je dat zien? Nee, dat niet direct. Dus die taxonomie heeft in eerste instantie nu nog criteria ontwikkeld voor die groene kant. Hè, dus echt bijdrage aan milieudoelstellingen. Maar er wordt ook een sociale taxonomie verwacht. Dus dat is ook echt nog niet klaar. Dus die kaders zijn er nog niet. Maar zeker kunnen we dat op dit stuk ook gaan verwachten. Want ik ben het helemaal met je eens. We hebben woningnood, maar we hebben ook hele grote groepen op de woningmarkt die op dit moment natuurlijk heel moeilijk aan een woning komen. Diversiteitsvraagstukken in wijken, doorstroom, noem het maar op. Maar ook vraagstukken rondom sociale cohesie. Ja. We verwachten dat die taxonomie ook met dat soort doelstellingen gaat worden uitgebreid. Dus hoe je daar ook als belegger aan kunt bijdragen, daar gaat deze taxonomie ook kaders voor aanreiken. En dat is, kan je zien als een verplichting, maar ook mogelijk wel een kans. Zeker. Ja, nou, volgens mij kan je hier nog iets over praten, over die taxonomie. Laten we deze anders eventjes voor jou bewaren, Philip. De kapitaalcompetent eis hebben we natuurlijk ook al wel een aantal keer genoemd. Hè. Dus iedere belegger gaat op enig moment natuurlijk er tegenaan lopen dat er financiering moet worden opgehaald. Zakelijke kredieten, maar ook zeker die private equity markt zie je onder andere ook op die wetgeving nu beleid maken. Maar waar risico's zijn, ook kansen. Dus groen financieringen, subsidies op het moment dat je wil verduurzamen. Daar zien we natuurlijk ook een hoop gebeuren. Dus. Ja, tijd voor een polvraag. even kijken of de technische afdeling dat ook heeft gehoord. De polvraag, die gaan we erin zetten. Ik zie een ja. En de polvraag is namelijk, wie verstandig belegt, laat het er niet op aankomen en gaat snel voor helemaal groen. Nou, zeker na het verhaal van Annemieke. Heeft de antwoordmogelijkheden A, helemaal mee eens, B, mee eens, C, oneens en D, helemaal mee oneens. En we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe u hierover denkt. En dan gaan we zo meteen ook het bruggetje maken naar het financieringsvraagstuk van Philip. Ja. We wachten even totdat dit stukje voorbij is en dat we de uitslagen zo meteen in beeld krijgen. Dat is altijd wel leuk om even te zien hoe mensen hier nou op reageren. Maar er zit een kleine vertraging op onze lijn ook. Hè? Dus alles wat wij nu zeggen, dat wordt net pas 5 of 10 seconden later uitgezonden. Oh, is het echt zo? Dus we moeten dat even vol praten. Oké. Okay. Ja. Ben je hier nou heel je dag mee bezig? Met groen financiering? Nee, niet direct met groen financiering. Waar wij het grootste deel van onze tijd mee bezig zijn, echt die financiële marktpartijen, dus de wat grotere beleggers, private equity partijen, maar ook wel institutioneel geld, begeleiden op het gebied van duurzaamheidsstrategie en beleid. En dus hoe geef je daar nou goed invulling aan die duurzaamheid in mijn eigen kaders? Ook bouwers, dus grote vastgoed, grote bouwbedrijven. Ja. En dus die hebben ook met deze regelgeving te maken. En niet alleen met regelgeving op het gebied van die taxonomie, maar ook op het gebied van transparantie rondom duurzaamheidsbeleid en prestaties.
Dus dat is ook een belangrijk instrument vanuit Europa. Dus ook vastgoedbouwers veel transparanter worden over... Ja, wat zijn nou eigenlijk mijn duurzaamheidsprestaties op het gebied van afval, circulair bouwen, materiaalgebruik, dat soort zaken, vervuiling. Die bouwers werken weer met andere bouwers, met onderaannemers. Ja, met onderaannemers, dus ja. Die gaan ook aan die onderaannemers natuurlijk uitvragen. Eens, ja, dat klopt. Dus daar komt... Het proces waar we nu in zitten. Ja, Jullie gaan lekker door, dat is helemaal goed. Maar ondertussen heb ik de antwoorden op onze poll gekregen. Helemaal mee eens, zegt 24%. Nou, die hebben we dus goed opgelet, zou ik bijna zeggen. Mee eens, 71%. Hè. Dus als je dat optelt, zitten we op, 95, zou ik bijna zeggen. Ja. Toch heb ik nog 6% op oneens. Zo. Volgens mij komen we dan op 101%. Nou, dat is heel mooi. Heeft één keer extra gestemd. Ja, precies. Dat maakt ons een mooi bruggetje naar het stukje hè, duurzaamheid. En wat vinden banken daarvan? Komen we bij jouw stukje uit. En om het even lekker om te draaien. Jij begint met een polvraag, heb ik gezien. Ja, niet te geloven. Eens even kijken. Wat... Dus ook voor de mensen thuis nog een keer gaan we hetzelfde doen met de polvraag. En dan mag jij je gang gaan. Ja. De tweede pol is de vraag, banken financieren in de toekomst alleen nog in energielabel A-panden. Ja. Dus dat zijn hele energiezuinige panden. Ja. Is het antwoord A, ja voor alle soorten vastgoed. Wat denkt u daarvan? Is dat B, ja, maar dat geldt alleen voor kantoren en woningen. C, ja, met een investeringsplan. Of D, nee, dat is echt onmogelijk. Ja. Spannend. Ja. Nou, ja. Als we daarop wachten, dan zou ik zeggen, wil jij alvast starten? Dan zien we vanzelf zo meteen, onderbreek ik jou een keer en dan komen de antwoorden tevoorschijn. Wat aardig is het verhaal van Annemiek. We hadden net even de discussie over BREEAM en A, triple plus, et cetera, et cetera. Ik ben zelf Amsterdammer in hart en nieren, maar ik moest vanochtend toch even in Rotterdam. In Rotterdam, hè? Want daar begeleiden we toch een aantal grote ontwikkelaars op het vlak van, moet ik nou iets aanhouden of moet ik iets verkopen of verduurzamen of verhuren? En ook hoe financier je dat dan en hoe structureer je dat? Er komt ook vaak een stuk fiscaliteit bij kijken. En ik zei, ik zit straks bij Grant Thornton, een keurige accountant. En dan moeten we een verhaal houden over duurzaamheid. Wat doe jij nou op het vlak van duurzaamheid? En ik heb die brochure niet bij me, want hij liet mij een gigantische brochure zien. Het was echt fantastisch. Als je ziet, en dat is een particuliere investeerder, dus dat is geen institutionele partij, maar gewoon een particuliere investeerder. Dat zie je vaak bij die ontwikkelaars. En die zitten volledig op die duurzaamheidslijn. En vervolgens zeg ik van, waar loop je dan tegenaan vandaag de dag? En dan zie je toch dat als je heel duurzaam wil zijn, dat het ook best wel wat kost. Ja. Want als ik dat in Rotterdam wil realiseren op dat specifieke plekje, en dat is een heel mooi plekje aan de Maas, mag ik natuurlijk niet vertellen waar het is, maar dan moet je wel 3000 euro per vierkante meter aan bouwkosten hebben. Dat is wel inclusief de BTW, heb ik me laten vertellen. Ja. Dus wat je nu ziet, en daar lopen we zo meteen even doorheen, een aantal slides van de ontwikkelingen op de rentemarkt, banken die wat kritischer worden. We hebben een opeenstapeling natuurlijk van regels, hè, ook vanuit het ministerie, meneer Hugo de Jonge. We hebben fiscaliteit, hoe gaat dat? Dat wordt ook even wat anders. En dat is eigenlijk, Frank, waar jij mee aftrapte van, er komt vreselijk veel op die beleggers af. Of ik nou een investeerder ben, of een ontwikkelaar, of ik wil iets kopen. En hoe moet ik daar nou vandaag de dag mee omgaan? En dat is best een lastige. En daar heb ik overigens niet het antwoord op, verwacht dat niet. Nee. Maar wat wij heel duidelijk zien in onze praktijk van Seabury, dat wij heel erg in scenario's denken. Ja. Want als ik X doe, dan kan het dat opleveren. Als ik Y doe, dan moet ik dat investeren. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Dan brengt het Z op. En al die scenario's af en op basis van die data kun je feitelijk zeg maar een beslissing nemen. En dat kan uiteindelijk ook zijn dat ik een project bijvoorbeeld niet nu start, maar bijvoorbeeld volgend jaar. Of dat ik misschien wel een project moet verkopen. Want dat zien we vandaag ook de dag. Ja. Want ontwikkelaars hebben het best lastig. Die hebben op verschillende potjes, ik wil niet zeggen gewet, maar hebben wel diverse projecten aangekocht. En kunnen daardoor ook in de problemen komen. Dat zien wij op dit moment ook wel. Dus ja, jij zegt in scenario's denken, maar dat is nog best lastig natuurlijk. Als de keuzes nog niet gemaakt zijn over bijvoorbeeld de middenhuur. Ja. Over fiscaliteit na 2026. Ja. Dan moet je ook in die scenario's, maar moet je van het worst case en van het optimale uitgaan. Of iets wat ertussen zit. Ja, en wat je dan, dat zijn de scenario's die wij dan voorleggen. En uiteindelijk,
degene die zeg maar de investeerder zijn, die maken dan op basis van die scenario's, kunnen een beslissing, nemen. Maar er zit altijd, omdat ja, niets is hard hè, op dit moment. Ik bedoel, het is niet in beton gebeiteld. Ja. Er zit altijd natuurlijk iets in van, oh jee, het kan ook nog weer anders worden. En dat maakt het nu gewoon heel lastig. Ja. En daardoor zie je ook dat beslissingen vaak worden uitgesteld. Tot het moment dat het kan. Want soms kunnen beslissingen niet worden uitgesteld, omdat het nu al heel veel geld kost. Ja, en ik denk eigenlijk om weer even de link ook te maken met het stuk duurzaamheidsrisico's of klimaatrisico's. Het is ook heel gebruikelijk. Het zou veel gebruikelijker moeten zijn om ook daar een aantal scenario's op uit te denken. Ja. De scenario's die ik hier nog een beetje hoor, dat zijn misschien ook nog wel scenario's voor de kortere termijn. Ja. Die transitierisico's of die fysieke risico's als gevolg van klimaatverandering spelen zich natuurlijk ook op de langere termijn af. Dus daar scenario's op uit ontwikkelen. Ja. Kans keer impact. Hè. Dus hoe groot is nou die kans dat dit gaat gebeuren? En wat is daar dan de impact van op dit project of op mijn huidige portefeuille? Dat is natuurlijk wel iets. Ja. Dus als jij vroeg mij net, waar zijn wij dan dagelijks mee bezig? Dat stuk scenario ontwikkeling op duurzaamheidsrisico's. Dat is wel echt iets waar wij dagelijks over nadenken op die langere termijn. Dat we samen kunnen oppakken dan feitelijk. Ja, hè? Precies. Want ik zie wel, kijk, die bank die zegt, beste ontwikkelaar of beste investeerder, waar ik mee begon, locatie, 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 daar is nu dus die duurzaamheid bijgekomen. Daar ontkopen die bij aan. Of dat is gewoon het. Gewoon een nieuwe standaard voor. Tuurlijk. En wij hebben allemaal kinderen en we zien ook dat die wereld dat het helemaal niet goed gaat. Dus dat gaan we ook. Dat moeten we met elkaar regelen. Ja. Dat is gewoon een feit. Dus en dat is ook helemaal oké. Okay. Ik ga heel even onderbreken, want ik zie dat de antwoorden in beeld komen. Hè, want anders dan zijn wij niet in beeld namelijk. Ja, dat was toch wel zo. Heel erg verdeeld moet ik zeggen. Oh jee. Nog even de vraag: banken financieren in de toekomst alleen nog in energielabel A-panden? Ja, voor alle soorten vastgoed zegt dan 26% van onze kijkers. Ja, maar dat geldt alleen voor kantoren en woningen, 16%. Met een investeringsplan, 21%. Maar de meeste antwoorden, nee, dat is onmogelijk, toch 37%. Ja. Ja. Wat vind jij van zo'n uitslag? Ik voel allemaal heel erg mee met de mensen die zeggen van nee, dat is onmogelijk. Want dat is ook iets wat denk ik wel primair bij mij naar boven komt. Hè, omdat... Ja, we hebben kantoren en woningen, daar zou je het natuurlijk prima kunnen doen. Maar als ik het bijvoorbeeld heb over een winkel of logistiek of een hotel. Of je hebt natuurlijk allerlei soorten asset classes. Ja, als het allemaal verduurzaamd moet worden. Wat gaat het kosten? Wat levert het op? Is een huurder bereid om meer huur te betalen voor die vierkante meter? Is de belegger meer bereid om te betalen voor dat verduurzaamde pand? Dus ik... Ik begrijp heel goed dat het antwoord D is. Het lijkt op deze korte termijn echt nog wel onmogelijk, als je omheen kijkt. En er is natuurlijk ook een enorme opgave, maar ik denk uiteindelijk op de, initieel zeg ik ook, op korte termijn is het onmogelijk, maar uiteindelijk gaan we daar denk ik wel met z'n allen naartoe. Dat denk ik dat het wel. En we hoeven dit ook niet in 2 jaar op te lossen, zou ik zeggen. Dus dat zou mijn idee zijn. Iets om zeker in het achterhoofd te houden. Ja. En langzaam naar de voorgrond te laten komen, denk ik. Ja, zeker. Wil je ons meenemen in je verhaal? Zeker. Even kort schetsend. Er is natuurlijk van alles aan de hand vandaag de dag in onze wereld. Dat we hebben te maken met een hoge inflatie. Als ik kijk naar rentes, 5-jaars rente. Ja, dat was een jaar geleden stond dat nog op 0. Hè? En vandaag de dag is dat 3%, alleen al de inkoop. Ja. Dus de rente is echt enorm opgelopen. En dat zie je eigenlijk ook in de vastgoedinvesteringen. Want vastgoed is kapitaalintensief. Er moet vaak veel geld in, vreemd vermogen. En als dat duurder wordt, dan is dat een kostenpost. Dus dat zie je meteen in de vastgoedinvesteringen. Want die zijn echt fors teruggelopen over het eerste kwartaal van dit jaar. Dat zou niemand verbazen. Er zijn ook minder bouwvergunningen worden er afgegeven vandaag de dag. Ook door oplopende kosten. En alle problematieken waar we het net al eventjes over gehad hebben. Wat mij opviel is dat, en deze tekst heb ik gewoon ergens vandaan, dat slechts 55% van de kantoorpanden voldoet aan energielabel C. Terwijl dat toch al heel erg lang een verplichting is. Ja. Ik heb jaar geleden bij ING gewerkt. Ik heb dat 24 jaar gedaan, waarvan de laatste 15 jaar vastgoed financieren. En toen werd er al geroepen, elk kantoor moet naar C. Nou, hiervoor zag je het ook al in de poll, hè, van het is onmogelijk. Ja, we roepen het al heel erg lang voor kantoren. Ja. En je ziet uiteindelijk
dat er nog maar 55% van de kantoorpanden aan voldoet. Ja. Dus het is wel een lange weg. Maar ik zie wel dat banken dat willen faciliteren. En dat die vraag ook steeds meer komt van, beste belegger, ik zie dat u een kantoorpand heeft. Het is nog steeds D of G of whatever. Wij willen graag weten wat u gaat doen om er C van te maken. En dat willen, daar willen we ook wel mee helpen. Met een mooie financiering. Ja, C is nog redelijk haalbaar, denk ik. Hè? Want ja. In de pool had je het over A. Ja. Dat is natuurlijk een stap te ver voor veel bestaand vastgoed. Klopt. Ja. Dan zijn de kosten sky high. Ja. 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 Nou, dat zie je bijvoorbeeld voor woningen alleen al in Amsterdam bestaand vastgoed. Nou, dat gaat maar regelen. En je hebt natuurlijk ook monumentaal vastgoed. Dat regel je ook niet. Dat regel je niet. Nee. Dat is ook eigenlijk wel een beetje onmogelijk. Maar we proberen hier toch te denken in mogelijkheden en misschien wat minder in stap voor stap, zou ik bijna zeggen. Ja, toch? Ja. Dit is een slide over de inflatie over de afgelopen 10 jaar. En dan zie je eigenlijk dat die... We waren het vergeten. Ik was het in ieder geval vergeten, inflatie, dat het bestond. En we zijn er met z'n allen weer keihard mee geconfronteerd. En je ziet ook een piek in de afgelopen kwartalen. Je ziet dat die nu weer wat rustiger wordt. En het groene lijntje wat er doorheen loopt, dat noemen we de kerninflatie. Die zit nu om en nabij de 4,4%. Dus dat is eigenlijk nog veel te hoog, hè, want het beleid is 2%. En waar het in het verleden heel erg zat in de energy, dat is eigenlijk dat groene blokje. Dat werd op een gegeven moment enorm groot. Want die energieprijzen die namen natuurlijk enorm toe. En nu zie je dat daar stabilisatie plaatsvindt. Maar inmiddels is dat nu zo doorgecijpeld, zeg maar, in onze economie. Of je het nou over diensten hebt, of over food, of over andere zaken. Hè, dat daar toch, ja, dat die kerninflatie eigenlijk, dat die hoog blijft. En dat betekent eigenlijk, als ik dan kijk naar rentes, dat het niet heel erg verwonderlijk is dat het ding heel erg hoog is. En dat de Europese Centrale Bank ook heeft gezegd van joh, we hebben een aantal rentestappen genomen. Volgens mij zitten we nu op de 300 punten, op 3%. We gaan nog wel 1 of 2 stappen nemen. Dus het kan best zo zijn, dat is in ieder geval de verwachting van ons huis, dat die naar de 350 punten gaat, dus 3,5%. En dan hopen we misschien dat hij na de zomer weer een beetje afvlakt. Maar we kunnen allemaal niet in de glazen bol kijken. Maar dat is wel een beetje wat wij verwachten. Dus dat de piek nadert. En dan hopelijk na de zomer dat hij weer iets gaat zakken. En dat daarmee ook die inflatie naar beneden gaat. En dat is denk ik ook wel goed nieuws voor investeerders die straks moeten financieren. En dat kan ook een herfinanciering zijn. En dat komt natuurlijk ook op ons af. Want iedereen heeft heel goedkoop gefinancierd op 1-2%, 2,5%. Straks gaat ze naar de bank en dan begint het met 5-6%. Dus dan heb je wel 3 keer zoveel rentelasten. En de vraag is, wanneer gaat het aflopen, denk je? De eerste herfinancieringscontracten? De eerste herfinancieringscontracten zijn we nu al mee bezig. En dan zie je toch dat er een enorme schrik is. Want je had echt rentes op 2-2,5% all in. En dat wordt nu echt heel snel 5-6%. Dus je gaat zo 2-2,5 keer meer rente betalen. Ja. En dan een goede duurzaamheidsprestatie? Dan wat betekent wordt dat? Pittig. Ja. Dan wordt die pittig. Dan lijkt me ook dan. Ja. Ik heb straks een casus en dan dat is een duurzaamheidscasus. En dan zie je ook dat partijen steeds meer moeten knippen en plakken in hun leningen om zeg maar die hele financiering ook opnieuw door te rollen. Ja. Ja. Maar dit is een pittige de rente. Nou, hier zien we de vastgoedfinancieringen over januari, februari. Eigenlijk is het eerste kwartaal geweest van 2023. Dan zie je dat ze behoorlijk in elkaar zijn gezakt. Januari, februari vorig jaar was heel erg goed. En het 5-jaar average, dat zien we helemaal links. Daar zitten we fors onder, ik geloof ongeveer 50%. Dus er is wel wat aan de hand. Er wordt flink minder geïnvesteerd. En het gaat misschien even te diep en te ver om te kijken waar er dan wel in wordt geïnvesteerd. Maar wat we zien is dat bijvoorbeeld retail, daar gebeurt relatief wel heel erg weinig in. Mm-hmm. En dat goede vlak is industrial, hè, dat is logistiek. Dat loopt op zich nog wel aardig door. En residential staat natuurlijk ook behoorlijk onder druk. Ja. Gezien alle nieuwe wet en regelgeving en fiscaliteit die op ons afkomt. Dus die markt die is down. Als ik kijk naar de pijplijn zeg maar, die wij hebben qua business als CBRE, dan zien we wel dat wij verwachten wel dat het tweede en derde kwartaal dat
dat het weer wat beter gaat. Dat is wat we zien. Maar goed, dat moet uiteindelijk ook nog maar blijken in de praktijk. Ja. Maar dit is in de context van wat meer grote maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Natuurlijk ook wel een vervelend signaal. Hè? Dus woningnood weten, we hadden we het al even over. Maar healthcare zie ik daar ook tussen staan. We vergrijzen, seniorenwoningen, zorgplekken. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen die, waar we over na moeten denken. Ja. Hoe we dat gaan oplossen op een zo duurzaam mogelijke manier. Maar dan is dit natuurlijk wel even iets waar je van kan schrikken. Ja, klopt. Gelukkig is dit wel, we hebben natuurlijk heel veel hele goede jaren gehad. Hè? Dus, maar vastgoed is wel cyclisch. Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar ik zit best lang in het vastgoed al. Het gaat een keer naar beneden, maar het gaat ook omhoog. Nou, dit is ook iets wat we niet helemaal willen horen, maar we zien dat de bouwopgave is immens. De afgelopen jaren hebben we daar behoorlijk aan kunnen voldoen, maar de prognose voor 2023 ziet er wat somberder uit. Nou, als we het hebben over duurzaamheid en ook met betrekking tot investeerders, gebruikers en financiers, daar heeft Annemieke denk ik al wat over verteld. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de gebruikers, die vinden dat natuurlijk buitengewoon prettig als er wat lage kosten zijn, hè? Dus dat de energielasten meevallen. Je hebt ook een fijnere woon- en werkomgeving. Het is toekomstbestendig, een lage impact op die environment en ook het hele ESG-verhaal is een hele belangrijk. Wij zien dat ook van huurders, met huurders van kantoorpanden. Mm-hmm. Die willen gewoon echt, dat moet gewoon ESG, BREEAM, dat moet gewoon helemaal kloppen. Ja. En dan pas, maar dat geldt niet alleen voor kantoorpanden, dat geldt ook voor logistiek. Ja. En waarom willen zij dat? Waarom stellen ze dat als eis? Omdat... Ik denk dat de vraag is eventjes of het vanuit de bedrijven zelf komt. Ik denk voor een groot deel wel. Mm-hmm. Of dat het een of dat het wordt opgelegd, hè, omdat wij mensen zeg maar niet zo goed omgaan met de wereld. Mm-hmm. Maar ik hoop uiteindelijk dat het een combinatie is. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik zie wel bij de grote corporates dat die, als die gaan huren, dat dit gewoon heel erg belangrijk is en ook steeds belangrijker wordt. Ja, en die transparantie waar ik het net over had. Hè, dus je ziet dat grote bedrijven ook vanuit de Europese wetgeving ertoe verplicht worden om transparant te maken wat nu hun beleid en hun prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn. Ja. Dus ook eigen duurzaamheidsbeleid van een organisatie die zo'n pand huurt, gaat natuurlijk een rol spelen in de kenmerken die je dan uiteindelijk als partij aan zo'n huurder zou moeten aanbieden. Ja. Dus die maken daar gewoon zelf ook beleid op dit moment. En zo dat kan heel hard gaan, denk ik. Hè? Want je ziet heel veel bedrijven natuurlijk toch wel... Kijk nou, neem onze organisatie, wij kiezen ook voor panden die we huren, die duurzaam zijn. Ja. Vanwege die kenmerken die jij net allemaal opnoemde natuurlijk. Dat doen alle grote partijen tegenwoordig. Als je welke kantoorpanden zijn te financieren die hier aan voldoen, eigenlijk core kantoorpanden of value-add kantoorpanden, maar daar wil je die duurzaamheidsslag maken. Dat zijn de panden die goed financierbaar zijn, waar een huurder ook zegt van daar wil ik in zitten. Ja. En die investeerder die denkt van dat is langer termijn. Mm-hmm. En die hoopt natuurlijk die extra investering die hij gedaan heeft, dat hij dat een beetje terugkrijgt in de huur. En daar, dat is altijd een beetje lastig, want als je moet betalen, dat vind je vaak niet zo leuk. Nee. Maar het is wel die hele combinatie. Ja. Maar dan zou ik zeggen dat derde punt, toekomstbestendigheid, is dan doorslaggevende factor. Hè? Want, en dan weer in het kader van die duurzaamheidsrisico's. Als een pand niet hittebestendig is, is het niet toekomstbestendig. Dus die korte termijn investering verdien je dan misschien niet supersnel terug in de huur. Ja. Maar als je op lange termijn een pand hebt waar je huurder niet wil. Ja, als je huurder niet uit wil, dat is het best natuurlijk. Precies. Ja. Qua investeerders. Dat aan de investeringkant, kijk, die markt ligt nu natuurlijk een beetje op zijn gat. Hè? Dus, maar als je kijkt de grote lijnen, denk ik wel, die hebben ook allerlei verplichtingen vanuit wet en regelgeving. Die zien de waarde in duurzame assets, want anders wordt er gewoon niet in geïnvesteerd. Maar we hebben ook wel, we hebben een heel groot kantoorpand hebben wij te koop. Ik kan even niet noemen welke, maar er zit een huurder in. Waarvan de investeerders zeggen, die willen we er eigenlijk niet in hebben. Ja. En dat heeft te maken met iets van, hoe ga je met de mensen om? Of je medewerkers? Dus dat zit helemaal niet op die environment, maar het zit veel meer op well-being. Ja. Bijvoorbeeld dat het allemaal korte contracten zijn. Dat vindt de markt niet prettig. Die investeert dat ook niet. Of die koopt dat niet. Want dan past hij niet in dat fonds. Dus het is heel erg belangrijk ook voor investeerders dat
Het moet eigenlijk allemaal kloppen. Dus al die vinkjes moeten, moeten aanstaan. Ja. Dat vanuit de investeerder geredeneerd. Bank, ik heb zelf jaren bij een bank gewerkt. Ik heb het ook een beetje mee mogen nemen. Dus die banken nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid. Zowel endogeen, dus vanuit hunzelf, maar ook exogeen, wat wordt opgelegd vanuit de wet en regelgeving. Ook steeds hardere eisen voor energielabels en ESG. En dat geldt dus niet alleen voor het kantoor en die woning, maar ook voor het logistieke pand. Want daar bij voorkeur moet daar moeten daar zonnepanelen op. En bij voorkeur moet die hoogte ook 12 meter zijn en niet 10, want dat is duurzamer. Ja. Vraag me niet precies waarom, maar dat soort specifieke eisen worden er echt aan gesteld. En je krijgt ook heel duidelijk betere kredietvoorwaarden voor duurzaam vastgoed. Ja, en om dat laatste nog iets op aan te vullen, wellicht hè, nog weer in lijn ook met vrijwillig vrijblijvend of toch verplicht, hè, die kredietvoorwaarden, dus goede duurzaamheidsprestaties. Hè, we zien ook bijvoorbeeld bij bouwbedrijven dat ook in die herfinanciering er nu echt wel afspraken worden gemaakt, dat KPI's worden gezet op duurzaamheidsprestaties. Ja. Die ook controleerbaar moeten zijn. Dus daar zit ook een doel aan vast. Hè? Dus niet zoveel circulaire woningen opgeleverd. Maar wat is je doelstelling daar dan ook op? En heb je die behaald? Dan pas komen die kredietvoorwaarden treden in werking. Hè? Dus dat is toch ook alweer iets anders dan, dan dat we gewend waren. Dus je moet ook daadwerkelijk een duurzaamheidsprestatie leveren die ook ambitieus is. En daarop gecontroleerd worden. Dus er vindt ook vaak een controle, een assurance op plaats op dat soort prestaties. En dan treden die kredietvoorwaarden in. En je zult zien, hè, dat is natuurlijk bij bouwpartijen nu aan de gang. Je kan dat denk ik op asset niveau ook prima gaan verwachten. Zeker als jij light industrial hebt, dan heb je best wat financieringen op, herfinancieringen. En dan vraagt de bank echt van wat is uw ESG-beleid? Ja, beleid ook. Hè? Echt beleid. En heel, af en toe verdenk ik ze nog eens even van als je dat op een A4'tje aanlevert, is het oké. Maar ik nu denk nog. Dat je, nu nog. Ja. Maar ik denk naar de toekomst toe, dat er ook wel, dan heb je financiering afgesloten en dan moet die over 5 jaar herfinancierd worden. Dat de bank vraagt, oké, ik wil u best herfinancieren, maar wat heeft u daadwerkelijk nou gedaan? Precies. Dus dat zou... Een combinatie van intrinsieke prikkels en externe prikkels. Ja. Om steeds een stapje verder te komen. Ja. Maar ook voor de bank geldt, datgene wat ik financier, heb ik het liefst natuurlijk dat het duurzaam goed vastgoed is. Want die waarde is ook veel beter. Meer zekerheid. Wat heb ik aan het bruin pand, dat daalt dan in waarde. En dan gaat de rente omhoog. En dan wordt het allemaal heel griezelig voor die bank ook. Ja. Dus die asset loan books van die bank, die worden daar echt ook wel vanuit de centrale bank. Wordt niet overkeken. Is het kapitaal wel toekomstbestendig? Houdt het zijn waarde? Ja, volgens mij hebben we het antwoord gegeven, toch? Ja. Kan je ons nog even kort meenemen in jouw casus? En dan gaan we daarna door naar jouw stukje, Frank. Ja, de casus. Nou, het idee is alleen even de linker casus. Gewoon even praktisch voor de leuk, denk ik. Een woningbouwproject in Amsterdam. Ontwikkeling van woningen en commerciële ruimtes. Oppervlakte vrij fors, 25.000 vierkante meter. Er wordt gebouwd voor 80 miljoen. De waarde na de bouw is 90 miljoen. Het is circulair bouw, het is houtbouw, het is echt geweldig. Het wordt gebouwd, ik ben laatst geweest, in een fabriek in Duitsland. En dan wordt het in vrachtauto's wordt het hier naartoe gebracht en het wordt allemaal bij elkaar opgestapeld. Er zit ook een community in. Dus het voldoet bij wijze van spreken aan alle vinkjes die wij net noemden. En hoe gaan banken daar nou mee om? Dat is dan even de vraag. En dan zie je dat de bank zegt van nou, ik wil in dit geval 48,2 miljoen financieren. Dat is 60% van de loon van de STICO, hè, van de kosten. Dat was 2-3 jaar geleden kwam een bank wel tot 75-80% van de kosten kon die financieren. En dat was ook omdat de rente een stuk lager was. Onder andere. Dus je ziet wel dat die banken die gaan wat minder financieren op dat vastgoed. Omdat die rente zo hoog is. Maar ook omdat de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Vanwege allerlei regelingen met betrekking tot huur en caps op huur en noem het allemaal op. Er zit wel een heel verhaal achter. En dan zien we dat we daar achter die hypothecaire lening van de bank hebben wij een mezzanine financiering geplakt van 15 miljoen. Die gaat dan tot 79% van de kosten, tot 80% van de kosten. Dus in dit geval moet je 20% meenemen. En 80% gebeurt door de bank, door twee banken. Eén het goedkope stuk en het andere het dure stuk. En dan zie je interessant dat die bank die vond dit zo interessant. En je zou misschien denken van, oh jee, gaan banken nog bouw financieren in deze tijd? Want
We hebben die financiële crisis meegemaakt en toen financierde geen enkele bank bouwfinanciering. Dat was veel te risicovol. Banken struikelen, die willen dit heel graag doen vanwege dat duurzame karakter. En je ziet eigenlijk ook wel een beetje terug in de marge, want die is 260 punten boven Euribor. En dat vind ik nog wel meevallen, want het kan ook 300 punten zijn of 350 punten. En wat je hier nog niet ziet in het tarief is dat men ook nog 40 punten korting krijgt op datgene wat duurzaam gebouwd wordt. Dus al met al heb je gewoon een keurige rente op je bouwfinanciering. Voor de mezzaninefinanciering betaal je wat meer. Maar dat is even de tijd van het jaar. Laten we het daar maar op houden. En er komt ook weer verandering in. Dus je ziet dat er veel appetite is voor dit soort projecten. Mede omdat het groen is. En dat je ook nog een beetje groenkorting krijgt. Mooi. Tot besluit van jouw stukje. Een vraag van een kijker. Maar ik ga hem even voorlezen. Dus een bruin pand moet ik of gaan verkopen. Of ben ik misschien al te laat. Of verduurzamen. En stel dat ik ga verduurzamen, moet ik dat dan nu doen of heb ik nog de tijd? Nou, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar... Nou, ik denk eigenlijk dat... ik heb geleerd met dit soort dingen om wel niet te snel te reageren. Dus we begonnen eigenlijk gewoon met scenario denken. Ik zou gewoon een Excel slide pakken. Formules gaan uitwerken. En dan een keer met Frank bellen. En met Annemieke of met jou. En dan... Dat kijken waar je op uitkomt. Ja, ik denk dat beter is dan het korte antwoord uit de buik. Duidelijk. Ja, want het is vaak iets ingewikkelder dan je denkt. Ik draai mijn stoel zo heel subtiel naar rechts. Frank, wil jij meenemen in het laatste stukje? Uiteraard, uiteraard. Dat wil ik graag doen, Christian. Fiscaliteit wilde ik het over hebben. Loopt hier dwars doorheen. We gaan beleggen in een pand, label C, laten we het daar maar even over houden. En dan vragen ze dan altijd van, ja, waar moet ik dan beleggen? Wat is nou handig? Moet ik dat doen privé? Dat zijn de twee hoofdsmaken, zeg maar. Of doe ik dat in een vennootschap die onderhevig is aan de vennootschapsbelasting? Ja, dat is best wel lastig, omdat de laatste tijd heel wat tarieven zijn veranderd. En daardoor de afwegingen ook heel anders zijn geworden. En de politiek... waar ik mee begon, die heeft al zijn aandacht erop. Dus dat maakt het allemaal wat complexer. En wat zijn dan de ingrediënten, als we fiscaal spreken? Dan hebben we het over de overdrachtsbelasting, die inmiddels 10,4% is. Die was 8% en die was 6% daarvoor. Overdrachtsbelasting 10,4%, dus ga je schuiven met vastgoed, dan heb je daarmee te maken. Tenzij het nieuw vervaardigd vastgoed is, dan zit je in de BTW. Die hou ik even buiten beschouwing nu. Een ander punt wat speelt is de vennootschapsbelasting. Het vennootschapsbelastingtarief is 25,8% inmiddels. Als je winst haalt boven de 2 ton. Tot 2 ton heb je een lager tarief van 19%. Nou, we hebben het al gehad over een BREEAM certificaat voor een pand. Of investeringen die je doet om een pand... duurzamer te maken, daar is een milieu-investeringsaftrek en een energie-investeringsaftrek op te halen. Dan moet je een entree-ticket bij het RVO daarvoor halen. Goed, daar hoeven we niet te diep op in te gaan, maar er valt een fiscale faciliteit te halen met investering in verduurzaming. En afschrijvingen zijn natuurlijk ook een aftrekpost, die verlagen ook je belastbare winst, dus dat is ook interessant, afschrijven op vastgoed. Heb je dan over een bruin pand, waar net de vraag over gesteld werd, dan kan je natuurlijk afvragen, kan je niet naar een lagere waarde afschrijven, naar een lagere bedrijfswaarde. En dat levert dan ook weer een fiscaal voordeel op. Nou, in de inkomstenbelasting zijn er ook wel wat wijzigingen die relevant zijn bij de afweging. Het tarief dat je moet betalen als je geld uit je BV haalt, dat is box 2. Of als je je aandelen verkoopt, is inmiddels 26,9%. En vanaf 2024, volgend jaar dus al, wordt dat nog meer. Dan wordt dat 31%. En dat is dan wel boven een bedrag van 67.000 euro. En je BV al 19% afgerekend en dan moet je nog een keer 31%. Ja, 50%. Of nog meer in de BV, die 25,8. En dan nog eens een keer 31% dividendbelasting. Zo. Dus dat gaat aardig in de papieren lopen. Box 3, daar is natuurlijk heel veel over te doen de laatste tijd, de laatste jaren eigenlijk al.
We zitten nu in een overgangsregime van een stelsel wat door de Hoge Raad uiteindelijk niet meer als goed werd geacht, naar een nieuw stelsel wat moet gaan komen. Mm-hmm. En het stelsel wat we nu hebben, ja, dat is heel erg, is niet fijnmazig en zeker niet voor vastgoed, maar dat ga ik zo dan aan de hand van een voorbeeld even laten zien. En het tarief in box 3 loopt op naar 34% in 2025. En dat wordt geheven over een fictief rendement. Ik heb ook een vraag. Ja, prima. Voordat we verder gaan. Dat is heel goed. Dat is goed. En dan ga ik ook even schakelen naar de vraag toe. Dan mag u weer als kijker weer uw mening over geven. De vraag is, waar koopt u uw nieuwe duurzame vastgoed aan als u dat verhaal net heeft gehoord van Frank? Is dat A in de BV? Of is dat B in privé? C ergens anders? Dus een open fonds voor gemene rekening of een stichting? Er zijn nog wel wat meer exotische varianten te bedenken. Of is dat D dan, ja, ik beleg niet meer in vastgoed? Kan ook nog, hè? Na dit verhaal wat we net gehoord hebben. Dus wij zijn benieuwd of dat voor u antwoord A, B, C of D is. En dan wachten we ook weer een momentje af. Dus misschien vind jij het fijn om ondertussen door te gaan. Ja, ik denk dan gewoon even doorgaan naar Er wordt al gestemd. Driftig. Dus, op zich gaat het snel, hè. Dus, 37% zegt toch in de BV. Hoeveel? 47, ja, dus de helft. 21% zegt in privé of ja, ik beleg helemaal niet meer in vastgoed. En dan hebben we nog 11% staan voor iets anders, dus andere entiteiten. Dus ja, met name de helft van de mensen die toch gewoon in de BV zit. Ja. Ik denk wat je zelf al aangeeft, misschien een stukje stabiliteit. Maar ja, dan wel de stijgende tarieven erbij. Kijk, fiscaliteit is natuurlijk één. Er zijn ook nog andere afwegingen waarom je gaat beleggen in een BV en niet in privé. Ja. Wat er ook nog bij staat is de stichting, hè? Daar kom ik zo meteen ook nog even over te spreken. Het gecertificeerd vermogen, dat biedt misschien een uitkomst. Maar misschien wel aardig om even te kijken, want 47% in de BV, waar dan dat omslagpunt ligt als je zegt van nou, privé, ik ga BV. Nu een pand kopen. Uh-huh. Wat moet ik nou doen? Moet ik dat in privé met box 3 behandeling of moet ik dat in de BV kopen? Dat zijn veel cijfers. Dat zijn heel veel cijfers. En ik zou eigenlijk alleen naar de rechterkant willen kijken. Want daar werk ik het uit voor een wat serieuzer bedrag en wat serieuzere winst. Waardoor het belastingtarief van de vennootschapsbelasting, waar Philip het net al over had. En ook nog eens de inkomstenbelasting wat harder doorwerkt. Maar ik heb het voorbeeld van een pand. Label C-pand dat aangekocht wordt. Voor 1 miljoen in de kosten, dus de investering is 1 miljoen. En wat moet je nu doen? Koop ik dat in de BV? Dus ik heb 1 miljoen op de bank, ik richt een BV op, ik stort het als kapitaal en daar koop ik het pand mee. Of ik ga dat pand in box 3 in privé kopen voor 1 miljoen. Nou, wat ik hier heb gedaan, wat je hier ziet, is bij welk percentage rendement, en dat is dus huur minus kosten. Ligt het omslagpunt. En nou, hier kom ik op 4,0. Ik kan het niet helemaal lezen. 4,5 uit. Daar zou dan een omslagpunt liggen. Wat heb ik gedaan? Je neemt het rendement, huur minus kosten, van dit pand is 40.450 euro. Dat komt bij de BV binnen. Daar moet vennootschapsbelasting over betaald worden. 10.436 euro. Dan hou je netto 30.014 over. Dan ga ik dat resultaat uitkeren naar privé. Dan moet ik nog eens een keer 31% inkomstenbelasting betalen. En dan kom ik op een netto vermogen, zeg maar, uit van 1.020.000. En dat doe ik hetzelfde voor een sommetje voor de box 3 situatie. Uh-huh. Nou, dan hoeft die huur wordt niet belast. Die komt dus bruto binnen, minus de kosten, 40.450 euro. Ja. Maar in box 3 moet ik rekenen met 6,17% over 1 miljoen als fictief rendement. En dat is dan 61.700 zoveel euro. En daar betaal ik dan 31% belasting over. Dat gaat er vanaf. En dan kom ik precies op hetzelfde bedrag in dit voorbeeld. Gaat je rendement omhoog voor zo'n pand, dan wordt privé interessanter. Ja. Gaat je rendement naar beneden, en dat is een beetje wat Philip net schetst, wat de markt wel een beetje aan het doen is. Ja. Dan wordt die BV interessanter. Dus ik kan, en dat is natuurlijk ook een beetje de teneur van de
berichtgeving op het moment dat beleggen in box 3 heel slecht zou zijn of heel matig niet verstandig zou zijn. Mag ik hier een vraag over stellen? Want Tuurlijk. In dit soort rendementsberekeningen, wat voor soort duurzaamheidsindicatoren, prestaties zitten er dan in verwerkt? Of ook lange termijn afhankelijkheden van die klimaatrisico's waar we het over hadden? Dus... Dit is een rendement. Ik zei al een label C-pand. Dus als ik voor een bruin pand label G zou gaan rekenen, dan... moet ik er ook rekening houden met het rendement wat aan den duur natuurlijk steeds minder hoog zal zijn. Omdat die huurders niet willen komen. Alles draait bij jouw berekening om je rendement. Ja. Dus huur minus kosten. Ja, en wat valt er in die kosten? Ja. Als je moet gaan investeren in een airco of vul maar in tegen de kou. Ja. Dan gaat het ook weer omlaag. Ja. En in dat lange termijn scenario, de hitte bestendig maken, zit dat daar dan ook in? Is dat ook wel interessante dingen om over na te denken? Uiteindelijk je lange termijn rendement. Ja. En ik absoluut. En dan kijken we wel weer bij jou. Ja. Die, Nee, ik snap het maar goed. Dat heel veel taak. En ik heb daaronder ook nog even aangegeven, let op, overdrachtsbelasting 10,4%. Dit zijn dus situaties dat je een pand gaat aanschaffen. Je hebt geld op de bank en je gaat beslissen wat je doet. Ja. Heb je al een pand en je wil naar de BV toe, dan heb je daar natuurlijk wel mee te maken. Moet je ook 10% betalen? Nou, zijn er wel gedachten en oplossingen wellicht om overdrachtsbelasting te besparen. Maar ja, dat is voor dit moment voert dat te ver. Want dan moet je met wellicht fonds voor gemene rekening gaan werken. Maar dat is voor een ander webinar, denk ik. En er zijn natuurlijk heel veel aannames die ik doe. Want de waardeontwikkeling, die ook met de energielabel te maken heeft, die heeft hier natuurlijk ook effect op. Gaat de waarde omhoog, dan zul je natuurlijk in de BV ook te maken krijgen met belasting over de waardestijgingen die gerealiseerd worden. En in box 3 krijg je natuurlijk wel je WOZ die misschien wat hoger is. Dus dat... Ja, box 3, de WOZ is voor je woningen van belang. Ja. En voor kantoren en beleggingspanden is het de waarde het economische keer. Ja. Tot besluit, heb jij nog een voorbeeld volgens Ja, mij, ik heb nog een voorbeeld. Dat is eigenlijk ook een investering in een pand. En dan heb ik, gesteld dat ik de belegger ben, ik wil het gewoon in privé houden. Hoe pakt dat nou uit, nu met box 3? En wat zou ik eventueel kunnen doen om dat rendement toch iets gunstiger te maken? Nou, een pand van 3,6 miljoen euro, label C, schaf ik aan en ik ga naar de bank en ik krijg het voor elkaar om 1,8 miljoen te lenen tegen 6%. Dan heb ik dus een netto vermogen van 1,8 miljoen in dat pand. Dat tweede blokje, dat geeft aan hoe box 3 nu werkt. En dat werkt als volgt. Je hebt in box 3 heb je banksaldi, je hebt overige bezittingen en je hebt schulden. Dat zijn de drie smaken. En daar hangt een fictief rendement aan. Het pand behoort tot de overige bezittingen. Daar krijg je een fictief rendement van 6,17% op. Maar die schulden, dat is een ander blokje. Daar heb je maar een fictief negatief rendement van 2,57. Ja. Dus dat, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op een... dan gaat dat niet goed. En het zou zo mooi zijn als je dat bij elkaar zou kunnen nemen. Ja. De waarde van dat pand minus die schuld als één vermogensbestanddeel. Nou, daar zijn kamervragen inmiddels ook over gesteld. Daar heeft de minister, staatssecretaris iets over gezegd. Want als je dat nou in de stichting zou stoppen en die aandelen certificeren, dan heb je een vermogensrecht. Ja. En dan kan je die twee wel solderen. En dan ga je over dat vermogensrecht als overige bezitting die 6,17% nemen. Dan kom je op een lager fictief rendement uit. Moet je dan nog en dan wordt je rendement is uiteindelijk beter. Omdat je naar een stichting gaat of werkt dat niet zo? Je moet overdrachtsbelasting betalen als je de stichting het aanschaft. Ja. Dus als je het al hebt, is het weer wat lastig om het te gaan creëren. Ja. Maar sta ik op het punt om te gaan investeren. Dan kun je dit doen, ja. En stichtingen, de staatssecretaris heeft al gezegd van ja, dit gaan we wel monitoren. Want als dit nu een constructie gaat worden, dat is niet de bedoeling. Ja. Maar de stichting is ook weer niet nieuw. Want je hebt in heel veel, bij grotere vermogens in familie, heb je stichtingen waar vermogensbestanddelen in zitten. Omdat, niet om fiscale redenen, maar om andere redenen, te bewaken.
En ja, in dat kader zou je dan toch misschien wel een argument hebben om te zeggen, ja, dat is niet alleen maar om fiscale redenen. Ja. Nee. Ik hoor het al, we zijn nu aangekomen bij de fiscale trucendoos, zou ik bijna willen zeggen. Nee, er zijn natuurlijk manieren om je rendement te optimaliseren, ja. Wat gewoon allemaal past binnen wet en regelgeving. Ja, en we weten allemaal dat die fiscale wetgeving op sommige gebieden gewoon een beetje gekkig is. Ja, dan is het misschien wel heel realistisch om dat in een BV te laten belasten. Ja, ik wilde afsluiten met nog eens even gewoon een groepsvraag. En die ga ik even aan jullie voorlezen. Daar mogen jullie allemaal op reageren. Oh. Circulair bouwen is een heel mooi ideaal. Echter, bij een recente poging van een van onze kijkers om een gebouw daadwerkelijk circulair opnieuw op te bouwen op een andere locatie, is dat niet gelukt omdat de verzekering weigerde te verzekeren. Ja. Nou, de vraag hier is meer van, ja, hoe denken jullie dat de maatschappij zich moet ontwikkelen? Hè? Dat iedereen daarin staat, van ja, wil een verzekeraar dit ook verzekeren? Maar misschien hebben jullie daar ook ervaringen mee. Bij circulair bouwen, dat verzekeraars daar nou ja, niet aan mee willen werken, niet willen financieren. Geen ervaring mee? Nee, niet direct. Nee. Maar wat ik wel kan zeggen over het onderwerp circulair bouwen, is dat we allemaal aan het worstelen zijn met wat is nou de definitie van circulair gebouwd. Ja. Nou, daar gaat het wat dat nog over. Net hoor. Even noemde, hè, 100% circulair in een aanbesteding. Wat betekent dat dan? Zou dat dan een hindernis kunnen zijn waarop een verzekeraar zegt van ja, jij zegt wel dat het circulair is, maar dat vinden wij niet zo. En dat dat onduidelijk is? Ja, dus dat is op dit moment onduidelijk. Wat dus ook wel weer een reden kan zijn om te zeggen van nou, hè, daar zitten dus ook mogelijk wel risico's in de manier waarop dat pand is ontwikkeld. Waardoor ik daar toch ook, hè, we hebben het ook wel, waar ik wel in de praktijk tegenaan loop bij verduurzaming van panden, is dat er geen panelen op het dak mogen vanwege brandrisico's. Hè. Dus daar zitten er toch echt wel dat soort uitdagingen in. Even terug naar die taxonomie. Bijdragen aan milieudoelen. Er is wat dat betreft ook, er zijn ook kaders op dat gebied van circulair bouwen. Nou, dat verwacht ik dan eigenlijk wel, dat ook die verzekeringssector daar... Iedereen moet daar nog een beetje aan wennen. Die hoeken op, hè? Ja. Ja, dat ook, die zullen daar uiteindelijk ook over moeten rapporteren. Hè? Dus hoeveel van mijn verzekerd kapitaal is dan daar ook... Is ook een partij. Ja, is ook een partij. Ja. Nou, ik zou bijna ook de vraagstellers even willen oproepen van... Ja, zoek nog even contact om over deze specifieke casus te horen. Zeker, verzekeraar geweest. Ja. We zijn aan het einde van gekomen van het webinar, denk ik. We hebben nog een boodschap, hè? Want je gaat een masterclass vastgoed organiseren. Ja, wij hebben, dat is wel aardig om even te vertellen. Wij hebben intern met Philip en met Tom Berkhout een cursus gedaan. En Annemiek heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. Het gebied van duurzaamheid. En wij willen dat uitrollen naar onze klanten en naar onze relaties. Dus we willen de komende zomer in het najaar een masterclass organiseren voor de kijker, voor de klant, de relatie van ons. En de berichtgeving daarover die gaat nog komen, maar dit is alvast een vooraankondiging. Hebben mensen dat vast een keer gehoord om aan te schrijven als ze dat leuk vinden. Mooi. Met potlood. En we hebben het al heel veel gehad over box 3. En ik zei het aan het begin al. Volgende maand, volgens mij de 23e, op een dinsdag, gaan we het een heel uur lang hebben over box 3. Want zo uitgebreid is dat onderwerp wel, denk ik. Zeker. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst en al jullie kennis. Want we hebben toch wel weer veel gehoord, moet ik zeggen, over bouw en vastgoed. De ontwikkeling, duurzaamheid, fiscaliteit. Dank daarvoor. En ook Jos Kijker, dank voor het kijken. En graag tot volgende keer weer. Prima. Bedankt. Tot ziens. Bedankt.